Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met jou. Beste kijker. Welkom in het programma Your Best is Yet to Come. Ik ben blij dat u bent afgestemd vandaag om te gaan luisteren naar de boodschap die God voor u en voor mij heeft. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals. In de naam van Jezus bid ik dat u aandachtig luistert en dat u wat ontvangt. Beste kijker, als u een christen bent, een wedergeboren gelovige, oftewel een discipel van Jezus, dan bent u geroepen om in de voetsporen van Jezus te wandelen. Amen. Te doen, wat betekent dat? In iemands voetsporen wandelen betekent dat je doet wat die persoon doet. Je spreekt zoals die persoon spreekt. Je bent kortom een imitator van zo iemand. En de Bijbel is hier heel duidelijk over, dat de Bijbel ons oproept om te zijn imitators van Jezus. Ik ga even met u naar een tekst in de eerste brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2. Daar lezen wij, wie zegt dat hij in hem is Jezus, blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Jezus heeft gewandeld. Even vrij vertaald, alle dingen die Jezus heeft gedaan, moeten wij doen. Trouwens, hij zelf roept ons ook op om te doen wat hij heeft gedaan. Maar goed, ik wil even van een andere hoek deze problematiek benaderen en gaan praten over hoe moeten wij Jezus uitdragen. Hoe moeten wij predikers zijn van het evangelie? Wat moeten wij doen om te kunnen zijn zoals Jezus is geweest? Of zoals Jezus is. Wat Jezus heeft gedaan toen hij op aarde was. En de Bijbel is hier duidelijk, heel duidelijk hierover. We moeten doen wat Jezus heeft gedaan. Nu, Jezus is niet meer op aarde. We kunnen hem fysiek niet meer zien. Maar God heeft ervoor gezorgd dat in het woord van God opgetekend zijn, gerecord zijn. Er is een verslag gedaan van hoe Jezus leven was. Er is verslag gedaan van hoe de Heer Jezus heeft gewandeld, wat hij heeft gedaan, hoe hij sprak. Al de dingen die Jezus heeft gedaan zijn opgetekend voor u en voor mij. En God in zijn goedheid wilde natuurlijk dat wij moesten weten hoe Jezus leefde, wat Jezus deed en hoe hij dat deed. Vandaar dat God ervoor heeft gezorgd dat die dingen staan opgetekend. Ze zijn ergens opgeschreven. En de plaats waar het leven van Jezus is opgeschreven, beste kijker, die plaats vinden wij, of we vinden deze verslagen over Jezus' leven, vinden wij terug in de vier evangeliën. Het evangelie naar Matthäus, het evangelie naar Marcus, pardon, het evangelie naar Lucas en het evangelie naar Johannes. En daar vinden we wat Jezus heeft gedaan. We kunnen daar lezen wat hij deed en hoe hij het deed. Uiteraard staat niet alles daar wat Jezus heeft gedaan, want de Bijbel zegt ons duidelijk in het evangelie van Johannes, alle boeken van de wereld zouden niet kunnen bevatten wat Jezus had gedaan. Dus we vinden dan terug in Gods goedheid een keur. Dat betekent een selectie van de dingen die Jezus heeft gedaan en wat hij heeft gezegd. Zodat wij vandaag, die geroepen zijn om het evangelie van Jezus te prediken, op de hoogte kunnen zijn van wat Jezus allemaal deed. Zodat wij werkelijk in zijn voetsporen kunnen treden. Dus de plaats waar we vinden wat Jezus heeft gedaan, de plaats, als ik het zo mag noemen, dat zijn de vier evangeliën. Nogmaals, het evangelie naar Matthäus, naar Marcus, naar Lucas en Johannes. Zo makkelijk heeft God het gemaakt, dat zijn de vier eerste boeken van het Nieuwe Testament. Goed, nu gaan we even kijken naar een voorbeeld van wat Jezus deed, om te gaan verstaan, beste kijker, hoe wij vandaag in deze tijd het evangelie van Jezus moeten prediken. Ik leg de nadruk erop, prediken. Als iets is wat een beetje uit de mode, als ik het woord mode mag gebruiken, is geraakt. We prediken niet meer het evangelie zoals men het vroeger deed. En ik denk zelf dat we daarom heel veel missen. Goed,
Met alle respect voor dit medium, ik zat u te praten. Maar ik denk dat het spreken tot mensen toch wel one-on-one met mensen bezig te zijn is heel belangrijk. Goed, we gaan even naar een stukje van Jezus' leven en dat vinden we terug in het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 2. Dan gaan we lezen vanaf vers 13, als ik het goed heb. Yes. Marcus, hoofdstuk 2, het tweede boek dus van het Nieuwe Testament, pardon. En dan lezen we het volgende. Gaat u maar mee. Dan lezen wij vers 13. De roeping van Levi. Dat is de subtitel van dit stuk. En er staat, en Jezus ging weder naar buiten, langs de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hem. Opvallend is dat altijd veel mensen naar Jezus luisterden, kwamen luisteren. En we leren hier, er staat, hij leerde hen. Hij gaf ze onderricht. Heel belangrijk dat we dat begrijpen. En voorbijgaande zag hij Levi. Levi is een andere naam voor Matthäus, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En Jezus zeide tot deze Levi, volg mij. En Levi stond op en hij volgde Jezus. Heel interessant is dit. Jezus roept een man. Dat blijkt dus te zijn de apostel Matthäus, die het evangelie naar Matthäus heeft geschreven. Jezus roept hem en de Bijbel zegt, hij volgde hem. En weet u, net zoals Jezus u en mij roept en we hem volgen, dat deed Levi, Matthäus dus ook. Jezus sprak tot hem, Jezus riep hem en hij volgde Jezus. En ik weet zeker, als u een wedergeboren gelovige bent, als u een discipel van Jezus bent, dat u zich kunt vinden in dit, wat hier staat. Eens heeft Jezus u geroepen. Eens heeft Jezus zich aan u geopenbaard. En u heeft toen ja gezegd en u volgt hem tot vandaag. Vaak lezen we de Bijbel als een verhaal. Maar het bestuderen van de Bijbel werpt een heel ander licht op Gods woord. Want wanneer we het gaan bestuderen, dan gaan wij bepaalde zaken begrijpen. Zaken die belangrijk zijn voor u en voor mij, beste kijker, als wij een godvruchtig leven willen leiden. Ja, we zijn geroepen om een leven te leiden dat vrucht draagt voor God. En dit vrucht dragen voor God is niets anders dan zielen winnen voor God. De Heer Jezus was op aarde en heeft enorm veel zielen gewonnen voor het koninkrijk. Hij heeft ervoor gezorgd dat mensen tot geloof zijn gekomen en hun leven hebben gegeven aan hem en daardoor het eeuwige leven kunnen ontvangen op den duur. Goed, dus we zijn geroepen, beste kijker, om zielen te winnen voor God. En in dit gedeelte van de Bijbel, Marcus 2 vers 13, zien we iets heel merkwaardigs gebeuren. Zeer merkwaardig is dat. Dus Jezus ziet, heb ik net gelezen, Matthäus zitten en roept hem. En Matthäus volgt hem. En vers 15, we gaan verder. En het geschiedde dat toen Jezus aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars mede aanlagen met Jezus en zijn discipelen. Want zij waren talrijk en zij volgden hem. Even stoppen hier. We zien dat Jezus... Vroeger lag men aan een tafel, men zat niet aan een tafel, men at aan een tafel. En je ziet dat er heel veel mensen daar zijn. En wie zaten met Jezus aan tafel, wie aten met hem? Tollenaars en zondaars. Laat me even uitleggen wat een tollenaar is. Voor die mensen die dat niet weten. Een tollenaar is iemand die in die tijd van de Romeinen, namens de Romeinen belasting hief. Dus hij haalde belasting bij de mensen en die belasting moest hij afdragen aan de Romeinen. Maar vanwege de macht die een tollenaar had, hij werd namelijk beschermd door de Romeinen, door een leger en zo. Dus iedereen was bang voor een tollenaar. Want als een tollenaar je zei dat je 20 gulden moest betalen aan belasting, kon je niet in discussie met hem gaan. In de praktijk was het zo dat de meeste tollenaars meer geld vroegen van de mensen voor de belasting dan noodzakelijk. Omdat ze dat verschil, dus het verschil tussen hetgeen ze bij die mensen haalden en wat ze moesten afdragen aan de Romeinen, dat stopte ze in hun eigen zak. Dus een van de grootste, de meest geminachte en gehate mensen toen waren tollenaars. En dan moet u uitkijken, dat uitgerekend een tollenaar wordt door Jezus uitgekozen om te volgen. En we lezen verder, en daar wil ik naartoe gaan, dat Jezus zat te eten met vele tollenaars en zondaars. Dus Jezus had kennelijk een verhaal. Hij had iets wat hij bracht, wat tollenaars en zondaars
Gelooft u mij, een zondaar weet heel goed dat hij of zij zondigt. Niemand hoeft die persoon dat te vertellen. Toch was er iets in hetgeen Jezus zei, de manier waarop hij die mensen behandelde, dat ze aantrok. Waardoor ze hoop hadden. Want in die tijd was een tollenaar best wel een, iemand die uitgestoten was van de samenleving. Hij werd getolereerd, hij werd gevreesd, maar hij was niet populair. En als we het woord zondaars lezen hier, dat zijn mensen waarvan iedereen wist dat ze in de zonde leefden. En de Bijbel leert ons duidelijk hier dat er zaten vele zondaars en tollenaars met Jezus te eten. Moet u nagaan. En de Bijbel spreekt over talrijk, ze waren er veel. Dat lezen wij in vers 15. Want zij waren talrijk en ze volgden Jezus. Even stoppen hier. Jezus komt op aarde in een zondige wereld. En hij is niet bezig mensen te veroordelen. Als u de evangelie goed bestudeert, dan merkt u dat de enige mensen met wie Jezus hart sprak, dat waren mensen die de wet van Mozes kenden, maar het niet deden. En dat waren drie categorieën. Dat waren de Sadduceeën, de Fariseeën en de schriftgeleerden. Alle andere mensen, als Jezus met ze sprak, door de manier waarop hij met ze sprak, gaf hij ze hoop. Hoop om te kunnen ontkomen aan dat leven van zonde waarin zij zaten. En ik denk dat wij vandaag die Jezus zeggen te volgen, een beetje onderzoek moeten doen naar de manier hoe wij mensen die in de zonde zijn bejegenen. Hoe gaan we met mensen om? Daar mag u zelf invulling aan geven. We zien dat Jezus ze nooit veroordeelde. Integendeel, hij sprak met ze. En ik ga u vertellen, ook vandaag hebben we mensen als tollenaars en zondaars om ons heen. As a matter of fact, wie niet in de Here is, wie niet Jezus dient, is automatisch een zondaar. Nu is mijn vraag aan u en aan mijzelf, hoe gaan wij om met mensen? Wat vertellen wij die mensen? Of zijn we nog steeds in de veroordelingsmode van, kijk, je gaat naar de hel, je leeft in zonde. Dat weet die persoon. Maar die persoon heeft iets nodig om daaruit te komen. En dat iets noem ik hoop. Ik noem hoop. Ik zeg, je moet die mensen iets vertellen, waardoor ze hoop hebben dat ze daaruit kunnen komen. Ik ga je vertellen. Ik ben gaan ontdekken dat de vijand, de duivel, een aantal manieren heeft om mensen in die greep van de zonde te houden. Ik ga ze met u delen, even kort. Een van die manieren, hij zegt aan die mensen, je bent zo geboren, je kunt niet anders leven. Je vader was zo, je opa was zo, zo zijn jullie. Dat leven van Jezus is voor andere mensen, maar niet voor jou. Doe maar geen moeite. Dat is één manier waarop de Satan mensen vasthoudt in de zonde. De tweede manier is deze. Iedereen weet toch dat je zo bent? Niemand zou je willen geloven dat je bekeerd bent. Men kent je en ze gaan je uitlachen en je zult nooit veranderen. En de derde manier waarop de duivel mensen vasthoudt, door ze te zeggen, God kan je nooit vergeven van de dingen die je hebt gedaan, want je bent te ver gegaan in jouw zonde. Moet u nagaan. Ik weet zeker, beste kijker, dat die categorieën mensen hier, die zondaars en die tollenaars, hetzelfde probleem hadden. Dat mensen die religieus waren, die keken op ze neer. Die mensen, niemand bemoeide met ze. Ze waren uitgestotenen. En toch lezen wij dat scharen. Dat heel veel mensen volgden Jezus als hij kwam. We zien Jezus gaat eten. En weet u, eten in die tijd was een eer. Het was een eer als iemand je uitnodigde om bij hem of haar te eten. Het is een manier van mensen eren. En we zien dat op de een of andere manier die mensen het eer vonden om met Jezus aan tafel te zijn. Kennelijk omdat Jezus in zijn waarde liet. Ik zeg niet dat hij hun zonde goedkeurde, maar hij gaf ze iets. Hij bood ze iets aan, waardoor ze konden geloven en vertrouwen dat er een manier was om te ontsnappen aan die greep van de zonde waarin ze leefden. Dus, en vandaag de dag is het niet anders. Als u een vriend heeft die aan de alcohol is, aan de drank is of in de drugs is, of iemand die leeft een leven wat niet hoort met verschillende mannen als de vrouw is en verschillende vrouwen als de man is, dan weet die persoon drommels goed dat hij of zij niet goed is. Maar de vraag is, hoe benaderen we zo iemand? Wat zeggen we die persoon? Weet je gaat naar de hel. Dat gelooft die persoon zelf ook wel. De duivel zal die persoon elke dag eraan herinneren, jij verandert nooit, je kan nooit veranderen. Maar de vraag is, wat vertellen wij hun? Wat vertellen wij hun? Dat ze niet hoeven te leven in die zonde. Ze hoeven niet te blijven in die zonde. Amen.
Jezus gaf deze mensen hoop. En nogmaals, hij bezegelde die hoop door te gaan eten met zondaars, met tollenaars. Amen. De hoogste vorm van iemand eren in die tijd was om met die persoon thuis te gaan, te eten en te socializen. Dus Jezus zat te socializen met zijn discipelen, maar ook met zondaars en tollenaars. En ik denk dat we ons vandaag moeten afvragen, hoe is onze benadering naar mensen die Jezus nog niet kennen? Hoe benaderen we deze mensen? U moet niet vergeten dat Jezus zich expliciet bezighield met deze categorie mensen. Ga u bewijs daarvan geven. Vers 17 van hoofdstuk 2 van Marcus leert. Je weet, Jezus, die fariseeën, weet je, die klaagden en die zeiden, ja, wat voor een leider is dat? Hij gaat zitten eten met zondaars en tollenaars. En in vers 17 dient Jezus van repliek. En de Bijbel zegt, Jezus hoorde het en zeide tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig. Maar zij die ziek zijn, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen. Als u en ik moeten wandelen in de voetsporen van Jezus, moeten we ook mensen zijn die geroepen zijn om zondaars te benaderen. Mensen die op weg zijn naar de hel, laat me het zo zeggen. En misschien is het zo dat wij als hedendaagse kerk een beetje onze focus moeten gaan veranderen. En de manier waarop we dit doen, om ons af te vragen, hoe benader ik iemand die God niet kent? Nou, we lezen nogmaals vers 15. Talrijk, vele mensen volgden Jezus. En de vraag die ik u stel vandaag, hoeveel mensen volgen u omdat u Jezus volgt? Hoeveel mensen zijn met u omdat u ze een boodschap van hoop geeft? Dat er een manier is om te ontkomen aan die greep van de zonde. Vertelt u ze dat? Of vertelt u ze wat ze al weten, dat ze zondaar zijn, dat ze in zonde leven? Dat weten ze. Maar de sleutel is om zielen te winnen. Je moet die ziel iets vertellen. Niet een verhaal, heel belangrijk. Je moet ze de waarheid vertellen. En de waarheid is dat God van ze houdt. En dat Jezus aan het kruis is gegaan om hen te redden. En ik denk dat die benadering de laatste tijd een beetje is gaan verwateren. We zijn altijd vaak bezig mensen te veroordelen. En ik, beste kijker, ik ga u vertellen, ik kom steeds meer tot de ontdekking dat wij als gelovigen onze hele manier van het benaderen van mensen moeten gaan veranderen. Een van de problemen die de kerk heeft is, ik heb u aan het begin gezegd, dat wat mensen aantrok aan Jezus, bij Jezus, is het de woorden die hij sprak. Wat zei hij? En als u de tijd neemt, beste kijker, om te gaan bestuderen die vier evangeliën, en u gaat bestuderen wat Jezus zegt, dan gaat u merken dat Jezus dingen zei out of the box. Laat me dat woord gebruiken. Jezus zei dingen die men niet kende. Men stond verbaasd over zijn leer. Deze man praat met autoriteit. Hij praat niet zoals de fariseeën dat doen. Dat heeft te maken, alles te maken met de woorden die Jezus sprak. Woorden van eeuwig leven. Woorden die mensen bemoedigden. U kent het verhaal van die vrouw die werd gepakt, die zondares. Ze werd gepakt, zo was het overspel gepleegd. En de Heer Jezus wordt erbij gehaald. Die fariseeën die willen Jezus in een valstrik brengen. En ze zeggen van, Heer, deze vrouw is gepakt in overspel bedreef. Ze moet toch gestenigd worden? Dan zegt de Heer Jezus, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dit soort dingen waren niet bekend. Vaak zijn die dingen ook niet bekend bij ons vandaag. We veroordelen en oordelen mensen vaak zonder compassie. Zonder medegevoel te hebben van hoe voelt die persoon zich. Ik ga u vertellen, u die eens een zondaar bent geweest, ik ook. Hoe voel je wanneer je de zonde had gedaan? Je voelde je rot. Maar omdat je in de greep van de boze was en niet wist hoe eruit aan te ontkomen, ging je maar mee. Amen? Je ging maar mee met de emotions. Totdat iemand me vertelde van Jezus. En terwijl die persoon me van Jezus vertelde wat Jezus was komen doen, kwam die openbaring dat Jezus de enige manier is om eruit te komen. Ik wil het even met u delen. Dat lezen we in Johannes, het evangelie naar Johannes. Ik denk het is Johannes 14. Halleluja. Nee, het is Johannes 16. Amen. Dan gaan we even lezen versen 8. Hier spreekt Jezus over de Heilige Geest. U moet weten dat de Heilige Geest degene is die ons overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar wij moeten ook getuigen, staat er duidelijk. En geef met u lezen snel wat daar gebeurt. Vers 8,
vers 8 van Johannes 16. En daar staat, Jezus zegt, en als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dus de Heilige Geest gaat mensen, de wereld, dat zijn mensen die Jezus niet kennen, overtuigen van deze dingen. Maar, zegt Jezus verderop, in Johannes 15, maar gij moet ook van mij getuigen. De Heilige Geest zal van mij getuigen, maar gij moet ook van mij getuigen. Amen. Dat is vers 27. Laten we lezen de versen 26 en 27 van Johannes 15. Dan gaat u begrijpen wat ik bedoel. Wanneer de trooster komt, nog een keer, Johannes 15, de versen 26 en 27. Wanneer de trooster, de Heilige Geest, komt, die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die brengt ons de waarheid, die van de Vader uitgaat, deze zal van mij getuigen. De Heilige Geest getuigt van wie Jezus is. Amen. En gij moet ook getuigen. Belangrijk. Dus de Heilige Geest getuigt, maar ook wij moeten getuigen. En het getuigen wat wij moeten doen, is simpelweg de woorden die Jezus heeft gesproken. Citeren. Gewoon zeggen wat Jezus heeft gezegd. Dus we hoeven niets te gaan uitvinden, beste kijker. De woorden die Jezus heeft gezegd, in Johannes 6 lezen wij dat Petrus zegt, u heeft woorden van eeuwig leven. Amen. Dus die woorden die Jezus sprak, die Jezus bezigde toen, gaven mensen hoop op eeuwig leven. Het zou mij nu niet lukken om daarin op in te gaan, maar ik wil u wel bemoedigen, beste kijker. Als u een sleutel wil hebben om op effectieve manier mensen te winnen voor Jezus, dan wil ik u bemoedigen om u te gaan bestuderen wat Jezus had gezegd. Ik ga u vertellen, er is daar een schat van informatie. En uit persoonlijke ervaring weet ik dat wanneer je zegt wat Jezus zegt, dat de hemel in beweging komt. Want de hemel kwam in beweging wanneer Jezus sprak. Het bewijs daarvan is dat mensen tot geloof kwamen massaal. De Bijbel spreekt over massa's mensen, talrijke mensen. Bij die eerste spijziging waren er 25.000 mensen die zaten te luisteren naar Jezus. Ze hadden 2-3 dagen niet gegeten. Zo belangrijk waren de woorden die Jezus sprak. En ik wil u daarmee bemoedigen, beste kijker. Wilt u een effectieve zielenwinner zijn? Wilt u iemand zijn die effectief is in het volgen in de voetsporen van Jezus? Dan moet u zich gaan bezighouden met, u moet uw hart vullen met de woorden die Jezus heeft gesproken. Want dat zijn de woorden van eeuwig leven die hij bezigde en die mensen hoop gaven. Mensen hoop gaven dat ze niet hoefden te blijven in die slavernij van de zonde. Beste kijker, ik dank u voor uw tijd. Ik zie we komen aan het eind van dit programma, deze boodschap. Maar voordat ik wegga, wil ik toch bidden met iemand die kijkt. Als u kijkt, beste kijker, u heeft nooit gehoord dat Jezus de weg is, de waarheid en het leven. Dat Jezus is de enige manier om tot God te komen, dan wil ik nu met u bidden. Vader, in de naam van Jezus breng ik mensen voor uw troon die luisteren, die kijken. Heren, mensen die nog geen ervaring met u hebben gehad. Heer, ik bid dat u ze aanraakt, mijn God. Dat de overtuiging van de Heilige Geest tot ze komt terwijl ik spreek. Dat Jezus de enige manier is om te ontkomen aan de greep van de zonde. In de naam van Jezus. Beste kijker, bid u met mij mee. Heere Jezus, ik kom tot u zoals ik ben. Ik weet dat ik heb gezonden. Ik weet dat ik dingen heb gedaan tegen u. En ik ben schuldig, Vader. Maar ik geloof dat u, Jezus, de prijs voor mij heeft betaald. En op grond daarvan op dit moment vraag ik u, vergeef me mijn zonde, Heere God. Heere, en ik vertrouw mijn leven aan u toe. Omdat ik weet dat u bent de goede herder. U bent degene die in staat is om mij uiteindelijk te brengen naar het eeuwig leven. Heere, dank u voor wat u doet in mijn leven. Help mij elke dag weer te kiezen voor u. In Jezus naam. Beste kijker, God zegen u tot de volgende keer. My best is yet to